Ik moet ook meer in de duurzaamheid en wij lopen daar wel vrij in voorop. Ja. Ik ben vanavond bij Zalker Almelo een van de twee gasten, gastsprekers. Martin Steenbeek die leidt dat gesprek om een verhaal te vertellen over Riewoldt, het ontstaan van Riewoldt. En natuurlijk nemen we daar ook in mee de verkoop van jongsleden. Ja, want wat is eigenlijk Riewoldt Recycling? Riewoldt Recycling is een metaal recyclingbedrijf. Wat speciaal georiënteerd is op het duurzaam recyclen, circulair. We zijn vooral het huishoudelijke witgoed, kunnen we op dit moment tot 96-97% hergebruiken realiseren. In Almelo zitten we nu vanaf 2005. In de locatie Almelo hebben we in 2005 gekocht en 1 september 2006 zijn we in Almelo geopend. Ja, want waar zitten jullie in Almelo precies? We zitten aan de buitenhaven bij de Wierense brug, de Grote Witte Brug, heel goed bekend. Ja, dan kun je er bijna niet voorbij als je Riewoldt niet ziet. Wij gaan nog een hele tijd door, het werk nog lang niet af. Daarbij kan ik natuurlijk zeggen dat circulair duurzaamheid staat nog maar in de kinderschoenen. Dus daar staat ons nog heel veel werk te doen. Dank u wel. Graag gedaan. Dank ik, Ewald, voor zijn komst. De tweede keer, ik denk dat het de laatste keer was namens Riewoldt. Nou, dat denk ik nog niet. Ja, ik sta hier bij Ger Vermeulen. Heeft zojuist hier bij Zakelijk Almelo een column uitgesproken. Ja, waar ging die column over? Kan u er iets over vertellen? Jawel, ik praat altijd eerst even over Almelo. De stad die zo aan mijn hart ligt, daar wil ik altijd graag over praten. En daarna heb ik het gehad over social media. Waar ik mij steeds meer aan begin te storen. Ja, wat maakt dat u zich zo stoort aan social media? Nou, ik vind dat mensen zo onfatsoenlijk kunnen reageren op social media. Dat ik echt ga denken van, joh, dit, zo moet je dat niet doen. Ik heb zelf meegemaakt. En mensen lezen niet eens wat je zelf gezegd hebt. Beginnen gewoon vanuit een onderbuik te reageren en te schelden en te doen. En de een wil het nog mooier maken dan de ander. Maar je bent mensen volledig aan het afbreken zonder dat ze dat verdienen. Ja, want in uw column betrok u ook de gemeente Almelo. En die ook bezig is geweest, in de vorm van onze burgemeester, die ook een statement heeft gemaakt tegen social media. Ja, daar hebt u een bepaalde mening over. Kan u er iets over vertellen? Jazeker, we hebben in Almelo, heeft de gemeenteraad ook overgenomen. En met een heel chic woord, geaccordeerd zoals dat heet. Een bepaling in onze algemene verordening van Almelo, dat iemand die een mail stuurt die leidt tot ordeverstoring, die kan leiden tot ordeverstoring, dat niet mag, dat verboden is. We waren een van de eerste gemeenten die zo'n bepaling hadden. De gemeente Utrecht had er ook een. En die hebben wat eerder toepassing aan de verordening gegeven dan wij. Toen is de meneer die het aanging gaan procederen bij de rechtbank in Utrecht. En die heeft gelijk gekregen. Daarvan zei de rechter toen, ja, wat u ook gedaan heeft, het behoort tot uw vrijheid van meningsuiting en dat mag je in dit land niet afnemen. Dat klopt, maar mensen opruien om allerlei bijzondere dingen te gaan doen, dat mag natuurlijk ook niet. Nou, wat mooi dat u dat vraagt, want dat ben ik helemaal met u eens. En dat proberen wij in Almelo ook te verbieden. Maar dat weet je pas echt als ook in Almelo de rechter ernaar gekeken heeft. Dus wij wachten op een moment dat we iemand kunnen aanpakken omdat hij die bepaling heeft overtreden. En dan moet er een procedure komen. En dan weten we het wat beter dan nu. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik doe dat heel graag voor Avisen. Okay. Transmissies. Dat is een bedrijf. Ik weet niet hoe het u wel eens vergaat dat je langs een bedrijf rijdt. Vrijwel onbewust dat je denkt van, goh, wat doen ze er eigenlijk? Ik sta hier bij Mark Ganzenboom. En hij is van Ganzenboom Transmissies. Ja, wat is dat eigenlijk voor een bedrijf? Wij doen een revisie van versnellingsbakken van auto's. En we hebben een groothandel. Er zijn eigenlijk twee bedrijven in één. En jullie, volgens mij zijn jullie echt een familiebedrijf? Ja, klopt. Mijn vader die is begonnen. En inmiddels werkt mijn vader nog steeds bij ons. In de directie zit dan mijn broer Michel en Rob en ik. Is dat nu met die elektrische auto's niet veel minder? Nou, het zou kunnen dat het in de toekomst minder wordt. Voorlopig wordt het alleen maar meer.
Dus eigenlijk voor mensen die nog werk zoeken is Ganzenboom Transmissie een heel goed en degelijk bedrijf, kan ik zeggen. Ja, zeker. Wij zoeken altijd goede technische mensen. En daarnaast ook heel vaak logistieke en commerciële mensen. Heel veel succes verder. Hartelijk dank. Thank you.